De frictie tussen schoonheid en verval is door de eeuwen heen steeds weer in de kunst verbeeld. Gastcurator Wim van der Beek maakt met het werk van 15 kunstenaars in opdracht van CODA-directrice Karin Reinders een prikkelende en gevarieerde tentoonstelling. What Remains maakt uiteenlopende aspecten van het verval zichtbaar. De moderne samenleving worstelt met allerlei processen die samenhangen met de eindigheid van het leven en de periode van het verval die daaraan vooraf gaat. Beeldende kunstenaars confronteren de samenleving door andere perspectieven aan te reiken. Ze laten zien dat in verval ook schoonheid kan schuilen. Een breed spectrum aan emoties wordt betrokken in het beeldvormingsproces. Wie bovendien verder kijkt dan het verval, kan schoonheid ontdekken en rust vinden. De bezoeker van What Remains kan echter niet om de dilemma's heen die met verval en vergankelijkheid te maken hebben. Het besef dat er een rustgevende schoonheid kan uitgaan van verval biedt in elk geval een hoopgevend perspectief. Ellen Maura Zilioli heeft in samenwerking met CODA Museum de tentoonstelling Private Confessions gemaakt. Daarin zijn de tekeningen en sieraden van meer dan 36 beeldend kunstenaars op unieke wijze samengebracht. Deze tentoonstelling laat de kijkers binnenkijken in het hoofd en de ziel van de 36 kunstenaars. Aan de hand van de tekeningen geven zij inzicht in het werkproces van hun denkwijze. De tentoonstelling brengt de kwaliteit van de tekeningen letterlijk en figuurlijk in beeld. Een ruime meerderheid van de kunstenaars is ook vertegenwoordigd in de sieradencollectie van het CODA Museum. Die collectie is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Ook buiten CODA Museum zijn tegenwoordig kunstwerken te zien. Wanneer u via CODA Café door de draaiduur naar buiten wandelt, staat u op het Cultuurplein. Hier is een aantal beeldhouwwerken geplaatst. Twee beelden stonden er al. En daar zijn nu drie beelden door CODA Museum in samenwerking met de gemeente Apeldoorn bijgeplaatst. Het betreft Kong van Erik Buys, Steenbokje van Hildo Krop en de Drie Gratiën van Ossip Zetkin. Vanaf 9 november is de tentoonstelling Winter in Apeldoorn te zien. Een tentoonstelling die herinneringen oproept aan echte, koude winters in onze stad. Het zijn beelden die zo sprekend zijn dat de kou van toen bijna voelbaar is. De tentoonstelling bevat onder andere foto's, glasplaten en filmpjes uit de 20e eeuw. Naast het bekijken van foto's kunt u ook zelf een foto maken. Kleed je lekker warm aan, ga op de slee zitten en maak een winterse selfie tegen de achtergrond van een prachtig sneeuwlandschap. Misschien een leuke foto voor uw kerst- of nieuwjaarskaart. Winter in Apeldoorn is tot en met 8 januari gratis te zien in CODA Kenniscentrum en op de verdieping